dit is de beste plek in de hal doorgaans, want hier heb je het beste zicht op wat er gebeurt op de baan. Ja, precies. En ik zie dat je een scherm hebt, daar hou je de standen bij? Klopt, hier staan de spelers, hier staat een badmintonbaan op en de spelers rechts van mij en de spelers links van mij. En aan beide kanten zit ook een scoreklok, dus als er rechts gescoord wordt, dan komt er rechts een punt bij als het daar klikt en andersom links. Voel jij je dan ook zenuwachtig, net zoals de spelers als je, laat maar zeggen, bij de meeting point staat te wachten? Nou, je hebt altijd wel een gezonde spanning, denk ik. Dat komt door de concentratie, je bent gefocust en daar hoort bij dat je een beetje spanning voelt. Het zou niet gezond zijn als je trillend daar staat. Dus nee, gewoon de gezonde spanning, zeg maar. Gewoon zin in. Zin in, dat zeker. Ja, zin in. Echt geconcentreerd, gefocust. Ja, ik heb het geluk dat ik, omdat ik scheidsrechter ben en heel veel lijnrechterservaring heb en ook scheidsrechterervaring, dat ik 4 jaar geleden tot BWF lijnrechter ben gepromoot. Oké. En dat is super gaaf, want dan ga ik ook naar grote wereldtoernooien. Ja, cool. Zeker cool, ja. Ja. Maar hoe voelt dat om zo op een stoel te zitten? En dan ga ik het even laten zien, want dit is de lijn die u vaak moet scheidsen. De baseline. Hoe voelt dat? Is dat... Dat is best wel een... Het voelt best wel met wat spanning, want er hangt nogal wat van af. En ik wil mijn werk graag heel erg goed doen. Dus dat is heel veel concentratie. Ja. Maar ook heel veel samen werken met de rest van je team, je collega's, maar ook de scheidsrechter. Ja, maar ook heel leuk dat je daar een bijdrage aan kan leveren. Ja. Dus het is hard werken, maar wel leuk hard werken. Oké, okay, ja. Top. En als mensen hier geïnteresseerd in zijn, hoe worden ze lijnrechter? Ja, als je naar de site van Badminton Nederland gaat, zijn daar wel wat bij wedstrijdfunctionarissen. Er zijn de mogelijkheden om door te klikken om in contact te komen. Je kunt ook altijd tijdens toernooien een van ons aanspreken of in de vereniging aangeven dat je belangstelling hebt. Ja, je hoeft helemaal geen scheidsrechter te zijn. Je moet wel een beetje, zeg maar, iets gevoel hebben bij het spelletje. Wat doet? Ik kan het ook aan iedereen adviseren, alhoewel, dan is er misschien geen plekje meer voor mij. Nee, ik zou zeggen, als je belangstelling hebt voor badminton, het is zo super gaaf. Badminton is ook, dat realiseren heel veel mensen zich niet, een aanraaksport. Je staat achter de schermen, naast een Victor Axelsen en naast een Kento Momota ook, als je op de grote toernooien mag meedoen. Dat is zo leuk. En ook bij de Nederlandse toppers sta je gewoon een praatje te maken. Dat is wel leuk. Oké, dan. Nou, leuk. Bedankt voor je tijd. Jij dankjewel, hè, voor je belangstelling.